Telt u maar. Ja, ik denk een van de slechtste poten in de afgelopen 5 jaar dat ik trainer ben, denk ik. Het was schrikbarend, was het. Het was niet goed. En? Verlies je dus van Almere ook. Zeven punten dit jaar hebben we nu en 4 van ons. Ja. Dus uitspelen we gelijk en ik moet erom lachen. Thuis verliezen we nu vandaag met 2. Maar het was wel dieptepunt, hè? Ja, het was wel weer een dieptepunt. Maar als je weer kijkt van... ik ga toch kijken naar excuses of toch kijken naar waar het aan ligt. En dan merk je dus gewoon dat je heel veel mensen weer mist en moet wisselen, et cetera. Maar ja, dat moet niet de excuus zijn. Ik denk met de spelers die we hebben staan vandaag ook, dat je gewoon beter bent dan Almere. Op elk plek, op elk individu. Dus dan mis je een beetje vuur vandaag, peper, echte wil om te winnen. Ja. Dat was vandaag helemaal niks. Ja, wacht even. Nee. Schiphol is weer levend. Ja, leven in, hè, Schiphol. Nee, ja, dus, je bent wel door het ijs gezakt vandaag. Ja, 100%. Ja. Het is jammer, want je kon een beetje naar boven kijken. Ik ook naar boven kijken. We gaan nu weer naar beneden kijken en je moet even wat punten halen en dan op naar volgend jaar. Zo haal je geen punten meer. Nee, zoals vandaag niet. Nee. Nou ja, sterkte, wij slapen en opnieuw beginnen. Hoi.